En heb je een heel saai praatje voorbereid. Om vooral maar niet van het scherm te spetteren. Dankjewel voor de vriendelijke woorden. Fijn, dames en heren, dat u in zulke grote getalen weer bent komen opdagen. Ik hoop, ik verwacht eigenlijk een beetje dat het nu in één keer in de zaal past. Dat lukte vorige keer niet. Want er zitten ook nog heel veel mensen en kinderen hier in de bioscoop hiernaast naar een film te kijken. Het is goed dat u er bent. Wij IJsselsteiners, wij zijn trots op ons stadje. En het woord stadje, dat spreken we liefkozend uit. De stadsmuur, de poorten, de monumentale gebouwen herinneren ons aan onze rijke geschiedenis. En Fulco deed het net ook. Er heerst een gemoedelijke, bijna bourgondische sfeer in ons stadje. Er is een gevarieerd en kwalitatief goed winkelaanbod. En er is altijd wat te doen. En natuurlijk op vrijdagavond onze bekende en vermaarde weekmarkt. U ziet het, onze binnenstad is een beetje de huiskamer waar je elkaar kunt ontmoeten. Inwoners en ondernemers voelen zich verbonden met onze stad. Het is een plaats waar bijna 35.000 mensen met plezier wonen, werken en recreëren. En daar is 7 eeuwen lang hard aan gewerkt. En daar stoppen we niet mee. We blijven ons inzetten, ook in deze tijd, voor onze stad en voor haar inwoners. In 2010 hebben we de toekomstvisie voor IJsselstein vastgesteld. Deze toekomstvisie heeft de naam IJsselstein dichtbij meegekregen. Inwoners, verenigingen, bedrijven, ambtenaren, leden van de raad, leden van het college, iedereen heeft de gelegenheid gehad zijn zegje te doen. Hoe willen wij dat IJsselstein er in 2020 uitziet? Wat moeten we op dit moment doen om dat te bereiken? En mocht u de toekomstvisie nog niet kennen, hij staat uiteraard op onze internetsite www.ijsselstein.nl. Maar er ligt ook een behoorlijk aantal gedrukte exemplaren hier in de foyer van Fulco. Ik zou zeggen, neem er een mee naar huis, lees hem door en laat u ook vervoeren naar 2025. De toekomstvisie, en dat is denk ik toch wel bijzonder, en dat tekent IJsselstein ook wel, is unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad. En ik moet dan zeggen, de oude gemeenteraad, want in maart hebben we verkiezingen gehad. En die verkiezingen hebben best een behoorlijke politieke aardverschuiving teweeggebracht, maar de toekomstvisie heeft nooit ter discussie gestaan. De uitgangspunten die daarin verwoord zijn, zijn ook mede bepalend geweest voor het collegeprogramma van het huidige college van BMW. Dames en heren, vorig jaar heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak al warme gevoelens voor de Lopikerwaard geuit. IJsselstein is dé poort naar de Lopikerwaard. De gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater zijn onze gewaardeerde buren in het groene hart. Samenwerking tussen deze gemeente en IJsselstein past goed in onze toekomstvisie. En er is naar mijn mening van belang om onze identiteit en de goede dingen van IJsselstein ook in de toekomst te waarborgen. We werken gelukkig al op een groot aantal gebieden samen. En ik noem toerisme en recreatie. Ons VVV is met ingang van dit jaar ook helemaal Lopikerwaard. Voorgaande jaren werd er gewerkt onder de vlag van VVV Utrecht. Maar nu wordt er gewerkt onder de vlag van VVV Het Groene Hart. En de vlaggen van het VVV Groene Hart zullen ook 4 gaan wapperen aan het kantoor aan de Benschoppenstraat. Ik verwacht er veel van en vanaf deze plek wil ik alle medewerkers en vrijwilligers van het VVV ontzettend veel succes wensen in een nieuwe setting. Door samenwerking kunnen we dingen voor elkaar krijgen die we alleen niet van de grond krijgen. Er liggen kansen om meerwaarde te creëren in het regionaal aanbod van voorzieningen. En het mogen duidelijk zijn dat ik voorstander ben van deze vorm van samenwerking. Een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en met behoud van de eigenheid van de verschillende gemeentes. En daarbij moeten we uitgaan van optimalisatie en zeker niet van maximalisatie. Dat zijn 2 wezenlijk verschillende begrippen. En ik noem dit niet zonder reden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in 2010 het onzalige idee geopperd om het aantal gemeenten in Nederland terug te brengen naar ongeveer 30. Gelukkig is het bestuur van de VNG door de leden, en dat zijn de gemeenten, teruggefloten. En ook hogere overheden vinden nog wel eens dat het op hun pad ligt om iets te zeggen over de grootte van gemeenten. Dames en heren, samenwerking tussen gemeentes moet gedragen worden door die gemeentes en dus door de inwoners. Om op voorhand te zeggen dat er een optimale grootte is voor gemeentes is naïef en doet geen recht aan het feit dat gemeenten naar hun aard verschillen.
Gemeentelijke samenwerking is geen economische rekensom. Het is niet het simpel optellen van euro's of van inwoners. Nee, samenwerking is eenheid in verscheidenheid, elkaar versterken waar dit kan en elkaar ook de helpende hand bieden als dat nodig is. Samenwerking is staan voor je eigen belang en je realiseren dat je dat het belang het beste dient door oog te hebben voor de belangen van gemeenten om je heen. Samenwerken is mensenwerk. En mensenwerk vraagt om een menselijke maat. Binnen de Lopikerwaard weten we elkaar te vinden. En zullen we, als het aan IJsselstein ligt, in 2011 verdere stappen zetten op dit vlak. En hiermee is de samenwerking een middel en nooit een doel. IJsselstein is een stad die probeert dicht bij de inwoners te staan. En dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar echt wel kunnen merken met de festiviteiten in het kader van 700 jaar stad. We wilden graag een jaar lang feest vieren en dat hebben we gedaan. En ik ben er trots op, en het woord trots moet zeker na de introductie zeker toch wel vallen. Ik ben er trots op de wijze waarop we dat met, voor en door alle IJsselsteiners gedaan hebben. Hoe we daar invulling aan hebben gegeven, aan die vele activiteiten. Het was echt een overvolle evenementenkalender. Historie, educatie, sport, cultuur, het Bourgondische karakter van IJsselstein. Onze stad is echt neergezet zoals IJsselstein is. Er was echt voor ieder wat wils. Ik heb ervan genoten. Het was wel veel, maar ik heb er echt van genoten. En ik vertrouw erop dat u er ook van genoten hebt. En bij bijna alle evenementen en festiviteiten was hij aanwezig. Bernard Brosi. En vanavond is hij er toevallig niet, maar voor de rest was hij eigenlijk overal wel bij aanwezig. En Bernard, die heeft een compilatie gemaakt. Het was aan hem en aan Herbert Sieher de opdracht om IJsselstein 700 jaar samen te vatten in 7 minuten. Daar is een film van gemaakt en die film ga ik nu graag met u bekijken. Dames en heren, u zag het al in de film. Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet om de evenementen te organiseren. En ik wil vanaf deze plek graag iedereen ontzettend bedanken daarvoor. Het is een enorme klus geweest. U heeft het met z'n allen gedaan. En ik vraag denk ik niks te veel als ik u vraag om een hartelijk applaus. Het is altijd zo dat er mensen nodig zijn die het voortouw nemen. Mensen die de stad kennen, vertrouwde gezichten in het verenigingsleven, bij stichtingen. Mensen die goed wil hebben bij de inwoners. En ik prijs me gelukkig dat deze mensen er ook in IJsselstein waren. En dat ze het comité IJsselstein 700 jaar stad hebben willen vormen. Zij waren vaak de initiator, de coördinator, vaak ook de organisator van de vele initiatieven die er waren. Ze deden dit als vrijwilliger en hebben er vele uren in gestoken. En ik ben ze daar natuurlijk ontzettend erkentelijk voor. Ze hebben hun werk veelal achter de schermen verricht. Maar vandaag willen ze toch graag even in het zonnetje zitten. En ik wil hen dan ook vragen naar voren te komen. Ik begin met de comitéleden. Ans van der Linden namens de historische kring IJsselstein. Anouk Gallier, de administratieve kracht van het comité. Angelique van Lierop namens het VVV, Margot Langelaan namens het Stadsmuseum, Lisbeth Tootvarju en Jantien Huizing namens het Cultureel Veld, Ilse Vulto namens de gemeenschappelijke kerken, Christian Becker namens het onderwijs, niet zo verlegen, dat zijn jullie anders ook niet. En John Broerde namens de horeca. Als jullie hier plaats willen nemen op het podium, dan geeft dat mij de gelegenheid. Dan geeft dat mij ook de gelegenheid om de bestuursleden te vragen naar voren te komen. Want een stichting heeft een bestuur. En het bestuur bestond uit Koert van Ee, secretaris. Kees Gallier, penningmeester. Bart Rietveld, algemeen bestuurslid. En uiteraard Huib Veldhuis als voorzitter. Mag ik jullie vragen naar voren te komen? Het is nu de vraag wie er als eerste het podium opkomt. Dat was wel vaker hoor, dat ze een beetje stonden te dringen. Maar het is goed gekomen. Fijn dat jullie er zijn.
En ik draai me nu een beetje om, want dan kan ik jullie ook een heel klein beetje aankijken. Ik vind het fijn om jullie hier zo op het podium te hebben. In de spotlight, want dat mag ook. En tegen Koert zou ik eigenlijk willen zeggen, Koert, je ziet wat er van kan komen. Je bent secretaris van zo'n comité en voor je het weet word je burgemeester. Ja. Het zit erin, dames en heren. Dus als we 800 jaar bestaan, ik nodig u allemaal uit, word secretaris van het comité. We hebben aan de IJsselsteinse kunstenaar Wim van Zijl gevraagd om iets te maken. Iets te maken dat recht doet. Dat kan eigenlijk niet, maar we hebben het wel geprobeerd aan de inspanningen die jullie gedaan hebben. En voor de mensen die het niet weten, Wim van Zijl is ook de vormgever van het beeldmerk IJsselstein 700 jaar stad. En Wim wilde graag iets voor jullie maken. En dat zijn nu precies die mooie kisten die hiervoor staan, maar daar zitten de cadeaus in die voor jullie gemaakt zijn. Ik wil dat graag aan jullie overhandigen. We hebben de 4 voor de bestuursleden en de rest is voor de comitéleden. Het is zwaar, het is groot, dus ik zal er eentje openmaken dat we allemaal kunnen zien wat het is. Maar ze zijn allemaal wel uniek. Er is er niet één hetzelfde. En dat is denk ik heel mooi. Het is mooi dat het echt gemaakt is door een IJsselsteiner, een ras IJsselsteiner kan ik wel zeggen. En dat het ook gemaakt is door degene die het beeldmerk heeft gevraagd. Ans, mag ik jou vragen naar voren te komen? Dan ga ik deze open doen. Ja. Zo. Als je even met me mee wil lopen. Ja. Het kunstwerk is gemaakt voor de comitéleden, nogmaals door Wim van Zijl, voor jullie allemaal. En ik wil hem graag jou aanbieden. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Hij is zwaar, hè? Dankjewel. Dat is hier gedaan, hè? Een beetje. En dan neem ik nu ook even de kans te baat om weliswaar de gesloten, maar toch de kisten even te overhandigen aan de rest van het comité. Kun jij hem even helpen, Kees? Ja? Zo, nee, dat ik ze wel over meeneem. Zo. Christian. Dankjewel. Alsjeblieft. Hij is nog gesigneerd ook. Zwaar. Zo. Dankjewel voor al je inzet. Alsjeblieft, hij is zwaar hoor. Kijk uit. Ja, ik zet het voor me. Is goed. Kijk, daarom charmante assistent. Ontzettend bedankt voor alle inzet. Alsjeblieft, hij is echt zwaar. Zo. Ilse, ja. Dankjewel. Heb je hem? Ja. Zo. Dankjewel. Deze voor jou. Alsjeblieft. Zo. Nou, John, ik sla je niet over, dan sta je achteraan. Dankjewel. Hey, dankjewel voor al je inzet. Deze voor jou, alsjeblieft. Zo. Ook voor jou, dankjewel. Alsjeblieft, het is met heel veel liefde gemaakt. Dat kan ik jullie verzekeren. Zo. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. En gegeven, met liefde. Alsjeblieft, zeker. Ze zijn zo zwaar dat de meesten gelijk zeggen, nou, we zitten het wel even neer. En als u dan denkt dat dat zwaar is, u heeft natuurlijk al gezien dat deze dozen nog een keer zo groot zijn. Ondanks dat iedereen heel erg hard heeft gewerkt, hebben we toch gemeend dat het cadeau voor het bestuur een klein beetje anders mag zijn dan van het comité. En Huip, ik wil jou als voorzitter vragen naar voren te komen. Dan wil ik jou graag het cadeau aanbieden. Mag ik helpen dragen? Nee, je mag hem openmaken voor mij. Deze even weg, die is voor later. Ik zal hem eruit tillen met z'n tweeën. Mooi. Alsjeblieft. Hij is je van harte gegund. Zullen we er wel in zitten? Zo. Nee. Ja, er wordt gezegd, Patrick kan niet zo ver bukken met zijn ambtsketen op. En u ziet het ook, dat gaat helemaal niet goed. Even kijken. Deze moet even op slot. Ja, moet hij eraf? Ja, moet even op slot. Ja, graag. Zo. Zo. Kees, Patrick. Dankjewel. Ja. Deze is voor jou. Merci. Lukt dat? Ja, zo, alsjeblieft. Dankjewel.
Dankjewel voor al je inzet. Dankjewel. Lukt dat? Ja, dat gaat. Oké. En dan hadden we er nog één. Oh, daar. Goed, dankjewel. Goed. Fantastisch. Alsjeblieft. Ja, dat is echt zwaar. Ja, zet maar neer. Namens bijna 35.000 IJsselsteiners, ontzettend bedankt. Zonder jullie had het niet zo'n mooi jaar kunnen worden. Voor ons is het jaar afgesloten, maar neemt u van mij aan dat het comité en het bestuur nog bezig is om de boel echt af te ronden. Er zit altijd administratie achter, moeten nog dingen geregeld worden. Wellicht dat er ook nog iets van een boekje gaat komen. Ik weet niet of ik nu wat voor mijn beurt spreek. Nu kan het niet anders meer volgens mij, als ik het gezegd heb. Dank jullie wel, ontzettend hartelijk. En Huip, als voorzitter, ik zou bij zeggen als voorzitters onder elkaar, hebben we ook gemeend om jou als voorzitter nog iets te geven. En dat is een voorzittershamer. Een voorzittershamer met daarin gegraveerde tekst, die is voor jou. En ik wil je bedanken. Ik heb mezelf wel eens bezwaard gevoeld als ik hoorde dat hij vakantiedagen opnam om als voorzitter van een comité aan de gang te gaan. Ik hoefde me niet bezwaard te voelen, zei hij. Dat tekent hem ook wel. Maar ik vind het heel fijn dat ik je iets kan aanbieden en dat ik je kan bedanken, nogmaals, voor alles wat je hebt gedaan. Dames en heren, dan wens ik u en iedereen die u lief is heel veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. En dat is ook weer een jaar waarin we met elkaar IJsselstein zullen vormen. Dank u wel. Dank u wel.